Goedemorgen allemaal hier in de zaal en ook thuis, mensen die via de stream meekijken, live of misschien later. We mogen jullie allemaal welkom heten in het huis van God, dat we weer samen mogen zijn als zijn gemeente. Het is hier wel een beetje stiller als normaal, maar dat komt omdat er in de rest van het gebouw alle kinderen samen de kidsprees aan het vieren zijn. Dus ja, dat missen wij hier dan, dat is wel wel jammer. Maar zij hebben een geweldige tijd. En ik mocht vanochtend weer jullie even toespreken in de opening. En ik zat terug te denken in mijn voorbereiding aan de prekenserie die we hebben gehoord over de duurzaamheid van de gemeente. Hier stond die pot, wat ik dacht kauwgomballen waren, maar het bleken M&M's te zijn. Maar goed, in ieder geval, ik zat eraan te denken dat we bezig zijn met hoe wil God dat we gemeente zijn? En dan echoode er steeds één zo'n zinnetje in mijn hoofd. En u kent het vast wel. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. En jullie weten vast ook wel waar dat staat. In Openbaring inderdaad. Want daar schrijft God eigenlijk aan 7 gemeentes een brief. En die eindigt elke keer met: wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Nou, ik kijk hier even rond. En volgens mij heeft iedereen wel een oor. Ja, en misschien zijn mensen wel met wat minder goede oren. Maar zelfs dan is onze opdracht: luister naar wat de geest tot de gemeente zegt. Niet wat wij zelf allemaal willen, ook dat mag meespelen, maar vooral wat de geest tot de gemeente zegt. En wat zegt de geest dan tot de gemeente? Misschien spreekt hij vandaag. Ik weet zeker, hij spreekt vandaag. Horen wij dat? En als we in Openbaring die brieven lezen, lees je elke keer een compliment, een belofte en een waarschuwing. En misschien hebben wij dat ook wel in ons leven. Want ik ben de gemeente, toch? U bent de gemeente, toch? Het is niet Wilma, het is niet het bestuur of wij zijn de gemeente. En luisteren wij ook wat de geest tot de gemeente zegt? Opvallend vind ik echt elke keer die waarschuwing die God daarin geeft. Wat er eigenlijk elke keer op neerkomt: zet God centraal. Hou hem in de gaten. Dat is onze opdracht als gemeente. Dat houdt ons op het goede pad. En zo wil ik ook vanmorgen de dienst ingaan. Met mijn hart open. Wat zegt de geest tot de gemeente? Wat zegt de geest tot mij? Door de liederen heen, door het woord heen, door het gebed heen. En ik nodig u uit om ook uw hart, uw geest te openen voor God. Laten we bidden. Vader God, we zijn zo dankbaar dat we uw gemeente mogen zijn. Heer, dat we mogen weten dat u ons kent zoals u die 7 gemeentes kent en ze zo persoonlijk kon aanspreken. Zo kent u ons ook, onze gemeente en ons persoonlijk. Heer, en u wilt ons zo bemoedigen en u heeft een geweldige toekomst voor ons. Heer, en u heeft soms ook een waarschuwing voor ons. Heer, leer ons luisteren naar uw geest. Heer, wilt u vandaag even alle andere dingen weglaten uit onze geest, zodat wij uw geest kunnen verstaan en kunnen horen wat uw geest zegt. Heer, dank u wel daarvoor. U zult het doen. Amen. Nou, en er zijn toch nog wel een paar kinderen in de dienst. En we gaan lekker met jullie, en natuurlijk ook alle volwassenen, een vrolijk lied zingen. Want wat maakt je geest opener dan lofprijs naar de Heer? Kom, laat ons zingen vandaag. Laat ons zingen vandaag, tot de eer van God. Kom, laat ons zingen vandaag, tot de eer van God. Klappen. Kom, laat ons klappen vandaag,
klappen tot de eer van God. Laat ons klappen vandaag, klappen vandaag. Klappen tot de eer van God. Kom, laat ons dansen vandaag, dansen vandaag. Dansen tot de eer van God. Kom, laat ons dansen vandaag, dansen vandaag. Dansen tot de eer van God. Kom, laat ons prijzen vandaag, prijzen vandaag. Prijzen tot de eer van God. Kom, laat ons prijzen vandaag, prijzen vandaag. Prijzen tot de eer van God. Kom, laat ons bidden vandaag, bidden vandaag. Bidden tot de eer van God. Kom, laat ons bidden vandaag. Tot de eer van God. Amen. We dachten, we doen dit nummer gewoon omdat het niet uitmaakt of er kinderen zijn of niet. Of het Opwekking Kids heet of niet. We gaan er gewoon een goed feestje van maken. Oh, het volgende nummer wat we gaan zingen is Geen Afstand. Soms, als ik in de kerk kom, helemaal om 10:30, moet ik even inkomen. Moet ik denken van, ik ben er weer. Het helpt mij dat ik hier mag staan, dat het om 8:30 al begint. Dat je al een soort van voorbereiding hebt. Maar ook nu wil ik jullie vragen om gericht te zijn op God. Niet om degene naast je. Niet om hetgene wat je bezighoudt. Maar echt de tijd te nemen om weer tot God te komen. Het lied wat we gaan zingen is Geen Afstand. En ik hoop dat jullie dat ook kunnen belijden vandaag weer. Altijd weer welkom. U schudt het stof van mij af. Ik zie compassie en trots in uw ogen. Ik wil je leven bij het zien van uw lach. Ik lang het gebeurt onder schaamte. U heeft mij vrijgemaakt. Nu ga ik staan.
zijn. Ik dicht bij u, u dicht bij mij. Ik wil nu niets anders meer. Ik geef mij over. Dit is waar ik hoor te zijn. Ik dicht bij u, u dicht bij mij. Ik wil nu niets anders meer. Ik geef mij over. Dit is waar. I'm
Geloofd zij de Heer, 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 want ik ben van mijn vijanden Hier wij dwaalden in het donker, zonder hoop, zonder licht. Maar u kwam vanuit de hemel, vol van liefde was uw blik. Om de wet en de profeten te vervullen kwam God zo. Uit een jonge maagd geboren, in een stal ver van zijn troon. Zelfs in al uw lijden, aan de hoop die voor u lag. Want uw dood zal ons bevrijden, Jezus, alles is volbracht. Doden kwamen uit hun graven, mens en engel stond versteld. Wie in hem geloven juichen, door de vaders macht herstel. Zo is Christus kerk ontstaan, en zijn geest ontstak de vlam. En dit eeuwenoude nieuws, doof niet uit, het wankelt niet. Door zijn bloed en in zijn naam, ben ik vrij, voor altijd vrij. Want met Jezus opgestaan, woont het leven zelf in mij. Prijs de Vader, Zoon en Geest. Prijs de Koning, drie in één. Prijs de
tot in eeuwigheid. Amen. Onze kinderen mogen naar de crèche en de jeugd mag naar hun eigen plek. Hele goede tijd met elkaar. Volgende lied gaan zingen, wat ons ook voorbereidt op de preek, naar aanleiding van het verhaal van Jacob in Genesis 28. Maar geef ik eerst nog het woord aan Trix, want Trix die heeft, had de wens om een gedicht te schrijven over het thema van de preek. Dus toch? Niet helemaal. Niet helemaal. Oh, nou, je mag hem in ieder geval voorlezen. Ik hou hem voor je vast. Dat ik naar de kerk ging, was lang geleden. Maar ik ontdekte, de mensen zijn me niet vergeten. Met de koffie elkaar ontmoeten, elkaar begroeten. Samen bijeen zijn, dat vind ik reuze fijn. Samen in gebed, wat mensen redt. Samen bijeen zijn in gebed, zeker dat je bergen verzet. De kracht van gebed raakt zijn doel. Hij komt waar het bedoelt. Het is de bemoediging voor iedereen en helpt je door je misère heen. Nou. Nou, Trix is de eerste geweest. Als iemand anders nog eens een keer een gedicht heeft, hè? Laten we dit goede voorbeeld volgen en dan draagt iedereen zoiets bij. We gaan nog een lied zingen. Deelt u mijn bestaan, hoe aardig.
We gaan ons vanmorgen verplaatsen in de weg die Jacob ging. En dit was een weg die Jacob ging in eenzaamheid. Jacob was namelijk op de vlucht voor zijn broer Esau. En we pakken het verhaal op van Jacob in hoofdstuk 28 van Genesis. En wat eraan vooraf is gegaan, is dat Jacob dacht heel slim te zijn. Jacob dacht met de hulp van zijn moeder om zijn toekomst veilig te stellen. Kent het verhaal misschien wel van dat verhaal, het verhaal van de linzensoep en ook dat stuk vlees wat Jacob dan had gebraden voor zijn vader die blind was. En hij deed net alsof hij Esau was om dat eerst geboorterecht en dus eigenlijk ook alle erfenis voor hem veilig te stellen. Maar het pakte dus anders uit. Zijn broer, heel terecht, voelde zich vreselijk bedrogen door Jacob. En Esau heeft het plan om hem om te brengen. Zijn moeder hoort ervan en die zegt, Jacob, je moet ver weg. Ga naar je oom Laban uit het land waar ik vandaan kom, want daar ben je veilig voor je broer. En Jacob die opeens, dat is een vluchteling. Hij dacht alles te gaan bezitten. En nou reist hij van alles op weg naar niets. Van hoop om straks alles te bezitten, moet hij nu verder in het leven met lege handen. Gebroken dromen. En hij is niet alleen een vluchteling. Want als vluchteling kan je nog zeggen van, er is mij iets overkomen. Maar Jacob gaat ook verder als een bedrieger. Jacob wordt door zijn eigen broer verstoten. En zo gaat hij eenzaam op weg. Angstig. Jacob is aan het overleven en weet niet hoe het verder moet gaan. Zijn eerste doel is om in veiligheid te komen, daar waar ik het land niet ken, bij iemand die mijn oom is en die waarschijnlijk ook niet kende. En hier pakken we het verhaal op, in Genesis 28, vers 10. Jacob verliet dus Beerseba en ging op weg naar Charan. Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten, omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte. En daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. Ook zag hij de Heer. Hij zag de Heer bij zich staan. En die zei, ik ben de Heer, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaac. En het land waarop je nu ligt te slapen, zal ik aan jou en je nakomelingen geven. Je zult zoveel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is. Je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. In jou en je nakomelingen zullen alle volken op aarde gezegend worden. Ikzelf sta je terzijde. Ik zal je overal beschermen waar je ook heen gaat. En ik zal je naar dit land terugbrengen. Ik zal je niet alleen laten totdat ik gedaan heb wat ik je heb beloofd. En toen werd Jacob wakker. Dit is zeker, zei hij, op deze plaats is de Heer aanwezig. En ik besefte het niet. Eerbied vervulde hem. Wat een ontzagwekkende plaats is dit, zei hij. Dit is niets anders dan het huis van God. Dit moet de poort van de hemel zijn. De volgende morgen, heel vroeg,
zette Jacob de steen die hij als hoofdsteen had gebruikt rechtop. Hij wijdde hem door er olie over uit te gieten. Hij gaf die plaats de naam Bethel, maar voordien heette die stad Luz. En hij legde een gelofte af. Als God mij terzijde staat en mij op deze reis beschermt, en als hij mij brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam, en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de Heer mijn God zijn. De steen die ik heb gewijd zal dan een huis van God worden. En ik beloof dat ik u dan een tiende deel zal afstaan van alles wat u mij geeft. Jacob die begeeft zich als het ware naar de uitgang. Hij begeeft zich naar de uitgang om heel eenzaam van het toneel te verdwijnen. Waarschijnlijk dacht hij, dit was het. Ik had de kans, het is allemaal verspeeld, het is voor mij over en uit. Hij bevindt zich in een situatie en hij bevindt zich op een plek in een niemandsland waar hij niet wilde zijn. En het is in deze situatie van geen hoop, een uitzichtloze situatie, dat God tot zijn eigen verrassing tot hem komt. En God die komt tot hem in zijn slaap. En dat is bijzonder. Want als je op de vlucht bent en je bent alleen, is slapen een van de meest gevaarlijke dingen die je kunt doen. Want je weet niet wat er gebeurt. Je hebt dan geen controle. Je kunt niet het gevaar zien aankomen, want je slaapt. Vandaar dat als je met een groep bent, is altijd de afspraak, wie houdt de wacht? Zodat de anderen rustig kunnen slapen. Maar Jacob is alleen. Helemaal alleen. En toch moet hij slapen. Ik kan me daar heel moeilijk iets bij voorstellen, want zo'n ervaring van alleen op de vlucht zijn heb ik nooit gehad. Maar ik probeer me erin te verplaatsen van hoe angstig dat moet zijn. En nog belangrijker, het is juist als Jacob op zijn allerkwetsbaarst is. Dus als hij slaapt terwijl hij op de vlucht is. En dat Jacob als het ware niets aan het doen is. En dus ook niet bezig is om tot God te bidden of God te zoeken. Nee, misschien is hij wel doodmoe gewoon in slaap gevallen en dacht hij nergens aan. En dan vindt God hem. Dat Jacob slaapt, betekent ook dat Jacob niet op zoek was naar God. Jacob had niet een agenda van, oké, ik zit in de problemen, God hier, u moet me helpen. Niks van dat alles. Misschien was Jacob wel klaar met God. Of dacht Jacob, God is nu helemaal klaar met mij. Ik kan het bij God wel vergeten. En dan tot zijn eigen verrassing. En hij spreekt het dan ook uit als hij wakker wordt na die droom. Hij zegt, de Heer was hier. Dat had ik nou echt niet verwacht. En dat zegt iets over de wereld waarin wij leven. De wereld, en we zeggen het heel makkelijk, de wereld is door God geschapen, de wereld is van God en wij zijn van God. En vaak beseffen we niet wat we daarmee belijden. Want dat betekent dat als de wereld van God is, dat op elke plek waar wij ons bevinden en in elke situatie waarin wij ons bevinden, dat God er altijd bij kan. Want het is zijn wereld. Misschien dat wij niet bij God kunnen komen en dat er ergens een blokkade is of een teleurstelling of weet ik veel wat en dat wij het alleen maar donker zien en dat wij het idee hebben van ik kom niet bij God. Maar wij leven in Gods schepping.
En God kan altijd bij ons komen. En dat is de verrassing die Jacob had. Hij zei van, de Heer was hier. Op de plek waar ik hem totaal niet had verwacht. Misschien een wat gekke illustratie. Maar misschien kennen jullie wel die pretparken of de kermis of wat groter Disneyland. En dan ga je in die attracties in een wagentje of een bootje. En dan is het donker en er zijn lichtjes. En dat moet een heel avontuur zijn. En dan ga je hier om de bocht. En je bevindt je dan in een hele andere wereld. Ik weet niet of het jullie wel eens is overkomen. Maar het kan wel eens gebeuren dat het wagentje stopt. Alles meegemaakt dat je dan ergens met elkaar zat en zei van, ja, en nu? Sommigen die hebben dat volgens mij wel meegemaakt. Er zijn ook kinderen die denken van, oeh, maar stel je voor. En dan moet je als ouders de kinderen gerust zijn. Nee, maar het komt allemaal goed. Hoe weet je zelf ook niet. Maar en wat mij altijd opvalt, als er iets gebeurt, dan is er in dat decor, blijkt er altijd ergens een deurtje te zijn. En op een gegeven moment gaat dat deurtje open en komt er een technicus aanzetten. En die gaat rommelen en die doet het weer. Dat ding, die attractie, is gemaakt door mensen. En die weten dus waar ze overal, als er problemen zijn, erbij kunnen komen. Want het is hun ding. Ze hebben het ontworpen en ze hebben dus voorzorgsmaatregelen genomen. En je ziet het niet, maar op een gegeven moment denk je van, hé, daar is een deurtje. Niet dat ik nou heel vaak nog in die attracties kom, maar ik ben dus gaan letten op al die deurtjes die er zijn. En er zijn er best wel veel. Ze weten dus van, het kan wel eens fout gaan. Als wij zeggen dat wij in Gods wereld leven, dan heeft God ook overal van die deurtjes, of dan laat hij ladders komen om erbij te kunnen. God komt overal bij. En zo in deze droom ontstaat er die verbinding tussen die troosteloze, hopeloze situatie waar Jacob zich in bevindt en denkt van, het is allemaal voorbij. En opeens brengt God de verbinding door die ladder en die engelen die dan in die droom heen en neer gaan. En ook al heeft hij dan een steen als kussen, ik zou het niet proberen, want dat ligt niet lekker. Maar de werkelijkheid van Jacob wordt verrast door de aanwezigheid van God. En dat zegt iets over de wereld waarin wij leven. We leven niet zomaar in een wereld. Wij leven in Gods schepping. Overal en altijd is die verbinding er met God. Zoals we ook in ons lied gezongen hebben. Er is geen afstand. Wij ervaren dat misschien. En de situaties kunnen dusdanig zijn dat wij dat die afstand voelen. Maar het is nog altijd een afstand die wij voelen in Gods schepping. En die verbinding legt God steeds weer opnieuw. Er blijkt dus meer te zijn dan alleen maar de uitgang en de afgang waar Jacob naar op weg was. En in welke situaties in jullie eigen leven moet je misschien naar u wel denken waar je dacht van, Heer, waar bent u nu? Of dat het allemaal zo anders loopt en dat opeens ervaar je, maar God is er wel bij. En je bent dan net zo verrast als Jacob. Bijzondere wat God doet. En laten we niet vergeten wie Jacob is op deze weg. Is dat God zich verbindt met de vluchteling. Met iemand die geen hoop heeft. Maar ook een vluchteling die dus niet te vertrouwen is. Hij is de bedrieger. En God laat zich dus in met iemand die een slechte reputatie heeft. Het is niet iemand die zegt van, ah, tragisch voorval, maar zo'n goede vent.
Nee, dit is iemand die zegt van nou, ga jij maar je gang, want jij bent niet te vertrouwen. Met jou wil ik niet gezien worden. En God spreekt juist deze persoon aan. En de woorden die God tot Jacob zegt, zijn hele bekende, vertrouwde woorden. God die herhaalt de belofte die hij ook al aan zijn vader en aan zijn opa Abraham gegeven had. Van dat land waarop je ligt, dat heb ik voor jullie beloofd. Zodat jullie tot zegen zullen zijn, jij en je nageslacht, voor alle omliggende volken. Dus Jacob krijgt in deze droom een lesje geschiedenis. Zo van, dit heb ik je beloofd aan je vader en aan zijn vader. En die belofte geldt nog steeds. Ook voor jou, al ben je een bedrieger. Maar in deze situatie zijn er nog drie meer woorden die God specifiek tot Jacob spreekt in deze situatie. Drie beloftes van God aan Jacob. En de eerste belofte is, ik sta je terzijde. En dat is bijzonder. Zelfs als het bewijs tegen jou spreekt, en als al het bewijs duidelijk is dat jij de bedrieger bent die niet te vertrouwen is, dan nog laat ik jou niet alleen. Het is ook belangrijk te realiseren wat God niet zegt. God gaat niet de feiten verdraaien. God gaat niet zeggen, nou ja, goed, het was allemaal niet zo gelukkig, maar... Hè. Nee, feit blijft. God verdraait de feiten niet. God vergoeilijkt het niet. Hij zegt van, dit was niet hoe je dat moet doen. Maar hij zegt wel, ik laat je niet vallen. Ik laat je niet alleen. God gaat met hem mee. Maar wat God niet doet, is misschien wat wij in zo'n situatie allemaal verwachten en hopen. Oh Heer, ik heb iets heel stoms gedaan. Breng daar verandering in. Wat God niet tegen Jacob zegt van, oké, kom, we gaan weer terug. Ik zal zorgen dat Esau verandert. Nee, Jacob moet wel verder. God zegt niet, die weg die je moet gaan, daar breng ik verandering in. Nee, dit is de weg die je moet gaan. Maar ik ga wel met je mee. Heel vaak denken wij van, oh Heer, breng toch verandering. Zodat mijn weg niet door die moeilijke situatie gaat. De Heer zegt vaak, nee, dat is de weg die je moet gaan. Dat is moeilijk, lastig. Maar ik sta je terzijde. Ik laat je niet alleen gaan op die weg. Tweede, ik zal je beschermen. Waar Jacob zich uitgeleverd voelde en geen bescherming had, zegt God, maar ik ga het voor je opnemen. Ik ga voor je knokken. Ik laat niet gebeuren waar je bang voor bent. Wat iedereen verwacht is zo'n situatie. Nee, ik zal je beschermen. En ten derde zegt hij, ik zal je terugbrengen. Er komt verandering in jouw situatie. Er komt een keerpunt, niet direct. En we kennen het verhaal, hoe het verder gaat. Hij komt bij Laban, moet daar 7 jaar werken, kan dan trouwen. En dan, hij krijgt een koekje van eigen deeg, nog eens een keer 7 jaar. Dus na 14 jaar kan Jacob dan eindelijk terugkeren. Gods belofte aan hem is trouw, die blijft, maar het is wel een lange weg. En wat doet Jacob? Wat doet Jacob als hij wakker wordt, als hij beseft dat God tot hem spreekt? Jacob, het eerste wat hij doet is, hij markeert deze plek. De steen waar hij op had gelegen,
laat hij rechtop staan. Hij zet hem rechtop. En hij zegt, dit is een bijzondere plek. Deze plek moet hij koesteren. En later in zijn leven, als door toch een stommiteit van zijn zonen, hij weer in een moeilijke situatie terechtkomt. En hij eigenlijk zijn zonen verwijt van, wat zijn jullie zo stom bezig geweest? Nu zijn we weer, worden we weer bedreigd door de omliggende volken. En dan zegt God tegen hem, Jacob, ga weer terug naar Bethel. Met andere woorden, Jacob, gaan we even terug naar die situatie van meer dan 20 jaar of 30 jaar daarvoor. Toen was jij ook, voelde je ook bedreigd. Jacob had een monument. Die opgerichte steen, Bethel. Later zelfs een heel heiligdom. En wij in onze kerk, ik weet niet, herkenden jullie deze steen? Weten jullie waar die staat? Ja, ja, ik denk dat de meeste mensen er gewoon voorbij lopen. En toen ik hem neerzette, toen vroeg Corianne ook zo van, wat is dat voor een steen? Deze steen is opgericht in 1987, hier in de kerk. En dat was een aandenken aan een hele lastige periode voor ons als kerk. En dat was toen het houten gebouw afbrandde en iedereen letterlijk en figuurlijk in zak en as zat van hoe moet dat nu verder? En toen uiteindelijk 3 jaar later dit gebouw er stond, ik heb er zelfs nog een foto van gevonden. Wat jonger, Jan. En dat was Benno en ik meen Sofieke. Die hebben toen, nou, toen was dat deel was er nog niet, hebben hier die steen opgericht. En de tekst die daarop staat is ook de tekst uit Genesis 28. En we hebben dat moment gemarkeerd. En hoe gaat het met monumenten? Dat plaatje moet iemand eens een keer vastlijmen, want dat zit los. Die steen die zit wel goed vast, dus dat is goed. Monumenten, op een gegeven moment is het deel van het interieur en je weet het niet meer. En toch moet je je iedere keer er weer aan herinneren. Want de gemeente is sindsdien ook door heel wat andere stormen gegaan. Maar zoals toen, en ik kan me dat moment nog herinneren, dat het houten gebouw wat hier stond helemaal verwoest, verbrand. En je denkt van, hoe moet dit nu verder? En er is gebeden, er is gezocht. En de Heer heeft zijn zegen gegeven. En we hebben dat gemarkeerd. En die markering hebben we steeds weer nodig. Als we door moeilijke tijden gaan, dat we zeggen, nee, maar de Heer laat het werk van zijn handen niet varen. En de gemeente gaat steeds verder. Door soms moeilijke periodes heen. Jacob doet nog meer. Het tweede wat hij doet, is dat hij een gelofte aflegt. Als God zo is, dan zal ik God als mijn Heer dienen. En dat is bijzonder. Dan lezen we misschien overheen, want Jacob dacht door slimmigheid zichzelf te dienen. Hij dacht van God, die kan ik goed gebruiken voor mijn eigen zaakje. En als het niet helemaal gaat, dan een leugentje om best wil, zodat ik toch krijg wat ik moet hebben. Maar Jacob zegt, als God zo is, dan wil ik me met al mijn listen, wil ik niet mezelf dienen, maar wil ik de Heer dienen. Wil ik God dienen als mijn Heer. En vervolgens zegt hij, en dat maak ik ook nog heel concreet, dat tiende van alles wat u mij geeft, en dat is meer dan alleen maar financiën, van alles wat u mij geeft, tiende daarvan geef ik terug aan u. En zo in dit verhaal is het de belofte van God en de gelofte van Jacob.
En die twee, die horen bij elkaar. Want als we die loskoppelen, dan gaat het fout. Als we alleen maar de gelofte hebben en die niet weten te koppelen aan Gods belofte, en niet de gelofte doen uit dankbaarheid en de verwondering die Jacob had van, maar God was hier. Als we die gelofte gewoon maar losknippen, dan wordt die gelofte een moeten. Oh, ik moet dit en ik moet dat. En op een gegeven moment zeg je van, ik ben zat, ik doe het niet meer. Want die doet ook niks en die maakt er maar een potje van. Ja, ik ben wel gek als ik alleen doorga. Nee, maar dan kijken we naar onze gelofte. Maar als de gelofte voortkomt uit de dankbaarheid voor wat God voor ons doet, dan houden we onze gelofte en dan geven we ons daaraan. Maar als we ons alleen maar richten op de belofte van de Heer en zeggen, oh, prijs u Heer, dank u wel voor alles wat u voor me doet. Maar dat munt, daar volgt geen gelofte uit. Dan blijven we als Jacob die God probeert te gebruiken voor zijn eigen best wil. En dan dienen we niet de Heer, maar dan gebruiken we de Heer zodat we ons eigen leven kunnen dienen. Dus belofte en gelofte, die horen bij elkaar. Als we die uit elkaar gaan halen, dan gaat het fout. Dan gaat het gewoon fout in ons geestelijk leven. Of we raken gefrustreerd, of we hebben een, wat we dan vaak noemen, een soort goedkope genade van, Heer, er moet alles voor me doen, maar wat doe ik nou terug voor de Heer? Dat is mijn vraag. En ik wil beginnen bij de gelofte. De vraag aan ons allemaal weer te stellen. Wat doe jij voor God? Met je tijd, met de gaven en talenten die je van hem hebt gekregen en je geld. Wat doe jij voor God? En je kan hem concreter invullen, maar het hoeft niet zo smal. Zeg van, wat doe jij voor de gemeente, voor de gemeenschap? Maar het werk van God is breder dan alleen maar de gemeente. Maar die vraag zullen we ons allemaal moeten stellen. Wat doe jij voor God? Nou, kan het zijn dat deze vraag je irriteert. Komt hij weer? Wat ik de terugvraag willen stellen, zo van, ga dan eens onderzoeken waar die irritatie bij je vandaan komt. Of misschien denk je wel van, oh, dan moeten we weer wat. Dan wou ik zeggen van, maar waar is de dankbaarheid en de verwondering over wat God doet in je leven? Of misschien zeg je wel van, ik heb helemaal geen tijd. Dan zeg ik, de tijd is je van God gegeven. Misschien moet je eens een keer naar je agenda kijken om een aantal prioriteiten bij te stellen, zodat er wel tijd is voor God. En misschien zeg je wel van, ja, maar ik ben zo bek af. Misschien heb je dan wel te veel vanuit het moeten gehandeld. En wordt het tijd dat je zegt van, en nou wil ik me op God richten. Zodat die vreugde en de dankbaarheid weer terugkomt. En dat kan dan betekenen dat sommige mensen moeten zeggen, nee, dan moet ik mijn taak niet meer doen, want dit is nu echt een moeten geworden. En die dankbaarheid die is helemaal weg en de frustratie en de irritatie is veel en veel te groot. Maar als we ons op de Heer richten en ons verwonderen over wat Jacob had, maar de Heer was hier en ik besefte dat niet, dan welt die gelofte vanzelf weer op. Wat doe jij voor God? Uit dankbaarheid voor dat wat Hij voor jou doet en blijft doen. Amen. We willen met elkaar gaan bidden. En voor wie wil, die zegt van ja, ik ben eigenlijk ook wel een beetje op die weg van Jacob. En ik leef gewoon
En alles gaat zijn gangetje. Maar waar is nu die verwondering over God die erbij is? Misschien ervaar je hem wel helemaal niet meer. En zit je hier en denk je van, nou ja, oké, ik zit hier wel, maar... wordt het tijd. God die bereikt ons ook als we slapen. Maar misschien, zoals de geest spreekt, zoals Corrie aan het begin van de dienst zei... misschien spreekt de geest wel tot jou. En dan is er een gelegenheid om daarop te reageren. Te knielen hier aan het altaar... Of misschien zijn er andere dingen. Of misschien zeg je wel van, ik ben eigenlijk zo dankbaar. Breng die dank dan aan de Heer. Wie wil, mag komen. En dan, er is geen muziek, dus je zal in stilte hier naartoe moeten komen. Maar dan gaan we met elkaar bidden. Heer onze Vader, we willen vanmorgen belijden dat we zo vaak gewoon ons leven leiden en de dingen doen die we moeten doen. En dat die verwondering over uw aanwezigheid in het alledaagse, in de dingen die we doen, dat die verwondering vaak wegebt. En dat we soms wel eens afvragen en misschien ook wel de vraag stellen, Heer, maar waar bent u? Maar wij leven in uw schepping en wij leven in uw aanwezigheid. U bent er altijd. En ik bid u dat we meer verwonderd mogen worden over uw aanwezigheid. En dan niet in het grootste als we u zoeken en u verwachten. Maar dat we ons door u laten verrassen. In momenten en situaties waar we u juist niet verwachten. En dat u daar toch bent. En dat we net als Jacob kunnen uitroepen. U was hier aanwezig in deze situatie. En ik had dat niet verwacht. Vader, ik bid u dat we meer deze momenten van verwondering zullen hebben. En dat we de beloftes die u ons geeft, dat u met ons meegaat, dat u ons beschermt en dat u ook op de weg die wij gaan verandering en een omkeer brengt. Ook al kan het soms een tijd duren. En al is die verandering, gaat dat heel gestaag. Maar u bent een God die met ons meetrekt naar een nieuwe toekomst. En zo zijn wij kinderen van Abraham, kinderen van Jacob, die ook op deze weg geplaatst zijn. En we danken u daarvoor. Maar we bidden ook... dat u ons wilt helpen met onze geloftes. Laat het niet een heilig moeten zijn. Maar laten we uit dankbaarheid teruggeven aan u wat u aan ons gegeven hebt. Zodat de gelofte van ons rust op uw belofte. Rust op de dankbaarheid en de verwondering over wat u doet in ons leven, bij ons in de gemeente. En zo danken we u voor wat u doet in de gemeente. Hoe ook wij als gemeente op weg zijn. Op weg zijn om meer een gemeenschap te zijn waar iedereen gezien wordt. Waar iedereen iets heeft bij te dragen. Waar we met elkaar
ons kunnen richten op u en kunnen luisteren naar wat de Geest tot ons zegt. Zo bid ik u voor ons allemaal. Bid u in het bijzonder voor degenen die hier geknield zijn om verschillende redenen, maar die stap wilden zetten in reactie op datgene wat u hen duidelijk maakt. Of misschien wel dat ze u zoeken in hun nood. Vader, ik bid u dat u hun gebed zult verhoren. Als de God van Abraham, Isaac en Jacob, die zegt, ik ga met je mee. Ik zal je beschermen en ik zal verandering brengen in jouw situatie. We danken u voor die hoop, voor die belofte van u. In Jezus' naam. Amen. Het lied wat we zullen zingen, jullie mogen spelen hoor. Het lied wat we zullen zingen is een nieuw nummer van Opwekking. Het heet Hier Zijn. En ik vind het mooi om het nog een keer bij jullie duidelijk te maken. Er staat, alles kan wachten Heer, ik zoek uw aangezicht. Alles kan wachten Heer, ontmoet mij Heer. Het is zo'n mooi nummer, omdat het heel erg, ja, een soort van besef van stilstaan van het huidige leven. Op wat je nu leeft, maar ook de tijd die je letterlijk maakt. Door het lied te zingen. Voel je vrij om het te luisteren of mee te zingen. Maar misschien ook nog te knielen op het moment dat je dat nog niet hebt gedaan. Of ja, wat ik zeg, voel je vrij om God hierin te zoeken. Dat is eigenlijk vooral mijn gebed. Thank you.
zoveel waard. Ik wil niets liever, Heer. Niets is zoveel waard. Ik wil niets liever. Niets is zoveel waard. Hier sta ik heel dicht bij u. Hier sta ik en knielen voor u. Hier uw nabijheid is al wat ik zoek. Jezus, u bent meer. Heer, ik kom en beken nu ik hier dicht bij u ben. Zonder u val ik uiteen en leid mijn hart door stormen heen. O mijn Heer, ik heb u nodig, elk moment zo nodig. U pleit voor mij en spreekt mij vrij. O God, heb u schuld zit niet, u kunt erbij, u vergeet en reinigt mij, maar u bent, daar ben ik vrij, woon in mij en heilig mij. Hoop die in mij leeft. O mijn Heer.
heb u nodig. Ik hou van u. Uw genade blijft mij dragen. Dag aan dag. In de palm van uw hand. Van de morgen tot de avond. Als ik weer slapen ga. Dan zing ik steeds van de goedheid. Van God. Al heel mijn leven bent u trouw, Heer. Al heel mijn leven bent u goed, zo goed. En zolang u adem aan mij geeft, Heer, dan zing ik steeds van de goedheid. Uw zachte stem leidde mij door al mijn dagen. U was dichtbij in mijn donkerste nacht. Heer, ik ken u als een vader. Ik ken u als een vriend. Ik leef met u in de goedheid van God. Al heel mijn leven bent u trouw, Heer. Al heel mijn leven bent u goed, zo goed. Zolang u adem aan mij geeft, Heer, zing ik steeds van de goedheid van God. Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij. Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij. Heel mijn hart en ziel leg ik voor u neer. Ik geef u alles, Heer. Is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij. Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij. Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij. Heel mijn hart en ziel leg ik voor u neer. Ik geef u alles, Heer. Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij. Al heel mijn leven bent u trouw, Heer. Zing het maar. God. Ja, ik zing van de goedheid van God. Ja, ik zing van de goedheid van God.
Ik hoop dat we dat kunnen doen. Steeds weer zingen van de goedheid van God. Steeds weer verrast zijn door de Gods genade die we steeds weer nodig hebben in elke situatie. Ik heb van Wilma een boodschappenlijstje gekregen, de mededelingen. En dat gaat ook over Gods goedheid. Gisteren hebben Erik en Geertje van Tune hun 40-jarig huwelijk gevierd. Nu zijn ze verhuisd in Leeuwarden, maar Wilma die hoorde van Geertje, ja, maar ik kijk nog elke week naar de dienst via de stream. Dus Geertje, ook van ons van harte gefeliciteerd. Ook een punt van dankbaarheid is de trouw van Gert-Jan van de Dongen. Dit is de laatste keer dat hij het geluid doet. Hoeveel jaren je het gedaan hebt, weet ik niet. Want toen wij kwamen in 2013 was jij de geluidsman en daarvoor. Maar dit is je laatste zondag achter de knoppen. En we danken je voor al die jaren van trouwe diensten in de gemeente. Volgende week, bijzondere dienst, mogen jullie niet missen. Ik moet helaas ergens anders spreken. Maar volgende week wordt het, wat ik heb begrepen, niet alleen een jeugddienst, maar ook een dienst door de tieners. Dus zorg dat je erbij bent om het mee te maken, maar ook als een bemoediging voor die tieners die dat natuurlijk allemaal heel erg spannend vinden. En maar er is iets om naar uit te kijken. Ook de goedheid van God voor onze kinderen, onze tieners. Ook de kinderen die nu boven zitten. Of misschien zijn ze van de buiten gegaan. Op een gegeven moment tijdens de preek zag ik ze in de ontmoetingsruimte. Maar we zijn zo dankbaar voor onze kinderen en de tieners. Ik wil jullie vragen te gaan staan om de zegen te ontvangen. En dan hebben we nog een slotlied, hè? Ja. Hij stond niet op mijn blaadje, namelijk. Ga met de zegen van de Heer. En de Heer is je terzijde. De Heer beschermt je. De Heer brengt verandering op jouw weg. Ga je weg in geloof en vertrouwen op de Heer. En dien Hem met jouw gaven, met jouw talenten, met jouw tijd en je geld. Dien Hem op jouw weg. Amen. Laten we gaan zingen. Heer, u doorgrondt en kent mij, mijn zitten en mijn staan. En u kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. De woorden van mijn mond, o Heer, die zijn voor u bekend.
dit wonder, Heer, dat u mijn leven kent. En wat er ook gebeuren zal, dat u steeds bij mij bent. Heer, u bent altijd bij mij, u legt uw handen op mij. Voor mij en naast mij en om mij heen. U legt uw handen op mij. U legt uw handen op mij. En u bent voor mij en naast mij en om mij heen. Iedere dag. Met die boodschap mogen we weer uiteen. Ik wens jullie heel veel Godzegen toe en een hele fijne week.